It is time for some action. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan wij een compilatie maken van alle producten die destijds uit zijn gebracht van de Action. Althans, op eentje na, de controller. Die is uitgekomen, ik heb hem nooit kunnen vinden bij mijn Action. Hij was ook maar even een fractie te koop. Helaas, pindakaas, want ik was daar best wel naar benieuwd. En heel veel van jullie ook, want ik kreeg best wel veel verzoekjes. Maar kortom, helaas, ik pak ernaast en niks aan te doen. Maar kortom, we gaan dus eventjes een kijkje nemen naar alle producten van Battletron, wat ze de afgelopen jaren hebben uitgebracht. En daarna gaan we in een andere video nog eens praten hoe de toekomst eigenlijk is van Battletron, want daar moeten we ook nog eventjes over hebben van het jaar. Kortom, blijf zeker even kijken en vergeet zeker niet te abonneren en druk op het belletje. In de eerste video gaan wij een terugkijk doen naar de RGB backlight speakers van Battletron. Maar dit is de luxe variant, de 2.1 met een subwoofer. Zoals de Duitsers zeggen, geen boeben machen. Dit zou waarschijnlijk gigantisch leuk worden. Ik heb er zin in. Jij ook? Blijf zeker even kijken. Zo, de verpakking ziet er totaal anders uit dan de voorgaande versie. En dat klopt ook wel, want we hebben uiteraard een subwoofer. We moeten meer vermogen hebben en we hebben in deze set ook meer bas. Althans, dat ga ik verwachten, want we hebben nu dus gewoon twee speakers voor midden en hoog. En voor het laag hebben wij een baskistje. Nou ja, goed, wat gaan we krijgen? We gaan hem even omdraaien en we gaan eens eventjes een klein inzoom maken op de specificaties. En daar gaan we hier eens even over praten. Als we even hier op de verpakking kijken, zul je zien dat we 2x3 watt hebben. Dat zijn voor de kleine speakertjes en 1x5 watt. Ze noemen het dus een 2.1 RGB backlight. USB-kabels en 3,5 mm audio jack. Let op, de USB-kabel is puur voor het stroomtoevoer. Meer niet. De specificaties hier geven het zo'n beetje hetzelfde aan. 2.1 RGB backlight. Zelfde informatie, alleen het enige is, want we hebben de formaten van de speakers, zoals je hier ziet, het productformaat. En hier hebben we dan ook eventueel de frequentie of het bereik van de luidsprekers. Maar goed, genoeg gebabbeld, laten we ze even uit gaan pakken. Want ik ben gewoon nieuwsgierig hoe deze eruit ziet. We zijn heel nieuwsgierig. Zit hij dichtgeplakt? Nee, dat niet. Oké, zo, nou eens even kijken wat we gaan krijgen. Oké, zo, wat zit erin? We krijgen de handleiding, was een beetje geplakt aan de rest. Gewoon een standaard. Ik zou bijna zeggen Chinees handleidingje lijkt het wel. Dun papier. Zelfde uitleg, hoe het aan moet sluiten. Maar goed, dat vinden we zelf wel uit. Oké, eens even kijken. Hier zijn de speakertjes. En ik moet je zeggen, eerste indruk, het ziet er best wel goed uit. Eens eventjes openmaken. Het is altijd leuk om dit samen op de camera te doen. En wauw, het is gemaakt van een soort hout. En dat vind ik toch wel bijzonder. Want de meeste van die goedkope speakertjes zijn gemaakt van plastic. Oké. Dan gaan we deze openen. Zoals je hier ziet zit er nog meer van dat foam in. Hij is echt wel heel goed ingepakt. Dat is echt wel een dik pluspunt. En hier komt de woofer. En dat is dan ook het meeste gewicht. Hetzelfde verhaal als de speakers. Het kastje is gemaakt van hout. Dat is heel goed, want dat geeft altijd veel betere kwaliteit voor het geluid. Oké, laten we eens even kijken naar de speaker zelf. En wat gaan we krijgen? Jongen, hoe kennis te vermaken voor het geld. Echt waar, mensen. Nou, dit is dan wat je gaat krijgen in de Battletron 2.1 RGB set. We gaan hem zo meteen even aansluiten. Laten we eens even praten van of de functionaliteiten en wat je allemaal gaat krijgen. Wat ik wel heel bijzonder vind, de manier hoe de kleine speakertjes worden aangesloten op de subwoofer. Dat laat ik je even hier zien. Aan de achterkant hebben we twee USB-aansluitingen voor beide speakers. Ik vind het toch wel grappig. Kijk, je moet wel even opletten. Hier staan de tekentjes op welke links en welke rechts moet. Ik hoop dat je het kan zien op de film. Aan en uit kunnen we hiermee schakelen. Voor de rest, ja, wat je kan verwachten. We gaan hem zo meteen na het testen openmaken. Aan de voorzijde hebben we knoppen. Dus eventjes kijken wat erop staat. Het is allemaal heel moeilijk te lezen. Volume, treble en we kunnen eventueel ook de bas hier regelen. Ik moet je zeggen, eerste indruk is zeer positief hoe het eruit ziet. En vergeet niet... niet te vergelijken met JBL uiteraard, maar toch, het ziet er leuk uit. Oké, voor de eerste test gaan wij hem gebruiken op een telefoon. Ik ga alles maximaal volume zetten. We gaan hem eerst zetten uiteraard. Stroom gaat via een USB adapter, dat is gewoon een 5 volt telefoonoplader. En laten we eens kijken hoe het gaat klinken. Ik heb hem gewoon op maximaal volume gezet. Ik ga heel veel verklappen, hij gaat niet heel hard. En dan ga ik een beetje spelen met de treble en de bass, zoals je het verschil kan horen met de microfoon. Nou ja, zoals je kan horen is er echt wel een bas aanwezig. Maar het is niet echt een hele diepe bas. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik heb ook al het verschil door midden en hoog. Nou ja, in principe als je hem midden en hoog zet, ik merk weinig verschil in treble. Bij laag wel, dan wordt hij heel erg vlak. Voor de rest, de bas is wel aardig aanwezig. Het is niet echt een dikke vette subwoofer. Maar goed, kunnen we ook eigenlijk niet verwachten voor het geld. Laten we nog een muziekje luisteren en kijken hoe dit klinkt. Oké, de vraag is, is het een leuk speakersetje voor op aan je telefoon? Natuurlijk, het is altijd veel beter dan het kleine speakertje dat je hebt in je telefoon. Voor de rest, we gaan nu even de Nintendo Switch pakken. Ik dacht, het is leuk om een spelcomputer. Kijken hoe het effect daarmee is, of dat we beter geluid krijgen. Uiteindelijk kan ook zijn dat de output van mijn telefoon niet goed genoeg is. Kortom, volgende product, laten we kijken. Of zoals we wel kunnen zeggen is, let's go! Oké, zo in deze volgende test gaan we de Nintendo Switch pakken. Kleine spoiler, hij gaat echt een stuk harder dan bij mijn telefoon. Ja, dat is wel een duidelijk verschil. Volume maximaal. Kunnen we even minder bas. Beetje tweaken. Alright, let's go. Dan even een kleine demonstratie, hoe ziet het eruit in het donker? Ziet er wel heel vet uit hoor, absoluut. Nou luidjes, we zullen hem eens eventjes uit elkaar trekken. Dus kijk wat er allemaal in zit, ik ben wel benieuwd. We gaan eens even deze 4 parkertjes eruit draaien. Nou ja, het kistje zelf is gewoon een klein dun stukje hout. Maar ik was wel benieuwd hoe het er nou van binnen uitziet. Ik weet niet of jij dat ook interessant vindt. Ik zou zeggen, laat dat zeker even weten. Want als je het niet leuk vindt, dan doe ik de volgende keer het niet meer uit elkaar halen. Het is mij altijd extra wat moeite, maar ik vind het altijd wel leuk om even te laten zien op de filmpje. Zoals je ziet wat je uiteindelijk wel gaat krijgen, ook aan de binnenkant. Volgens mij zijn er maar weinig mensen die hem uiteindelijk openmaken. Zo, de 4 parkertjes zijn eruit. Zoals je ziet zijn echt wel hele grove parkers. Misschien kijk ik hem zo. Oké. Nou ja, dit is dus hetgene wat je gaat krijgen mensen. Het is inderdaad een 2 ohm 5 watt speakertje wat erin zit. Alles zit grotendeels gehotglued, zoals ze dat noemen. Hier aan de binnenkant heb je de printplaat en dat is dan ook gelijk waarschijnlijk de versterker wat alles aan moet sluiten. Het stelt geen zak voor, echt helemaal niks. Hier heb je de input of de schakelaar. Oh, er zitten van hele dunne kabeltjes aan. Maar ja, luister mensen, voor het geld hé, dan denk ik maar hoe kunnen ze het ervoor maken? Echt, hoe kunnen ze het ervoor maken? En dat is het probleem wat je dus gaat ondervinden met dit. Het is leuk dat er een heel klein versterkertje aan zit. Maar doordat er niet een fatsoenlijke versterker in dit ding ingebouwd is, zal je ook niet die extreme diepe bas ervaren. En dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Het kistje is mooi, absoluut. Het zit een beetje simplistisch in elkaar, maar ja, voor het geld kunnen we niet klagen. Zo, de Battletron serie is dus weer uitgebreid met een nieuwe speakerset. Ik moet je zeggen, ik ben er op zich best wel over tevreden. Kijk, het is een goedkope budget speakerset en meer dan dit kan je dan ook weer niet verwachten. De verlichting ziet er tof uit. De bas is wel een beetje aanwezig. Kijk, als je hem aansluit op je Switch of een ander apparaat, heb je kans dat het dus gewoon net iets beter klinkt. Het is gewoon een kleine toevoeging aan je, zeg maar, gaming set voor de PC. Misschien voor je Nintendo Switch. Je kan hem bij wijze van spreken overal wat op aansluiten met een jack-aansluiting. In de volgende video gaan we het hebben over de soundbar. Dat was de volgende stap die we uiteindelijk konden kopen. We hadden in principe de 2.1 speakers en dan ook nog de soundbar. Op zich wel een leuk idee, dat wel. Maar laten we eens eventjes een kleine revisiting doen. Gewoon kijken, wat gingen we krijgen? Het begint mee dat deze heeft een wisselende RGB verlichting in 7 kleuren. De soundbar, oftewel de luidspreker, kan je gewoon gebruiken voor je PC of je laptop. Of je kan hem via je telefoon aansluiten, maar dan wel via de jackkabel. We hebben ook de mogelijkheid om via draadloos Bluetooth aan te sturen tot wel 10 meter. Dus de Battletron Gaming Soundbar is eigenlijk meer een 2-in-1 luidspreker. Toen ik in de Action winkel stond, wist ik eigenlijk al een beetje wat ik ging krijgen. Want op de doos staat op zich best wel vrij duidelijk aangegeven wat je gaat krijgen in deze verpakking. En wat het apparaat eigenlijk allemaal een beetje kan. Stroom krijgt hij via de USB-kabel en aansluiting kan hij, zoals al eerder heb vermeld, via de jack. Bij de USB-kabel kan je je PC steken of eventueel een USB-oplader voor gebruiken. En van binnen heeft hij 2 keer 5 watt aan speakertjes. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat klinken. Dus laten we hem eens even gauw uitpakken, want ik ben wel benieuwd wat we nu gaan krijgen. Bij het openmaken viel mij op dat hij echt heel moeilijk open gaat. En dat komt eigenlijk heel simpelweg omdat ze de kartonnen delen aan elkaar plakken. Ik zal hem eens even opentrekken, dat je het kan zien. En zoals je hier ziet, en dit is gewoon onvermijdelijk, dat gebeurt vrijwel elke keer met elk product wat ik van hun koop. Oké, hier bij de handleiding. Het is gewoon eigenlijk een simpele handleiding wat je uitlegt. Gewoon de informatie in diverse talen. Hoe ga je hem koppelen aan je telefoon? Mag je daar echt totaal geen verstand van hebben. De handleiding is gewoon prima. Maar ik laat het je ook eventjes zien in deze video hoe je hem aansluit. Nou, in de doos bevindt zich de speaker met 2 foompjes. De verpakking is vrij eenvoudig, maar werkt wel prima. Oké, voor de rest om te beschermen zit er nog een plasticje op. Oh, heerlijk. Dan mogen we deze weer helemaal los gaan lopen peuteren. Kijken waar het uiteinde zit. Uiteraard hebben ze deze ook weer vastgeplakt. Wel heerlijk hoor. Man. Oké, dat is even eentjes open maar. En het eerste wat met opvalt, hij is een beetje licht. Maar goed. Oké, laten we eens even een kijkje nemen naar de luidspreker zelf. Hij is echt heel licht. Dat is het eerste wat me opvalt. Ik vind het er op zich wel mooi uitzien trouwens. Hier heb je de volumeknop, 2 speakertjes aan de voorkant. Aan de bovenzijde is het bedieningspaneel. Aan de achterkant de kabel. Zoals je hier gezien, en net als bij de andere speakers die heb ik gereviewd, ik voel een klein tandwieltje, is wel fijn. We hebben hier 2 touchscreen knopjes onder zitten. De kabel die vast zit aan het apparaat trouwens. Kijk, dit is het USB-kabel en een jack aansluiting. Dat is ook echt het enige wat je gaat krijgen bij dit apparaat. De aan- en uitschakelaar zit in de draaiknop zelf. Je hoort, maar je voelt hem ook klikken. Even kijken. Nou, en dat is het. En als je hierop drukt, kun je wisselen tussen de AUX, oftewel de jackkabel, of de Bluetooth verbinding. Klinkt wel trouwens heel raar, dat stemmetje, wat je hoort. En met de linkerknop kan je de verlichting aan en uitzetten. Mag je dit niet mooi vinden. De RGB verlichting werkt echt prachtig. Alleen ja, het is fade in, fade out en het compleet automatisch geregeld. En je kan hem alleen maar in principe aan en uitzetten met de touch bedieningspaneeltje aan de bovenzijde. Oké, het geluid wat je nu hoort komt rechtstreeks uit de laptop en ik geef je een kleine vergelijking met de speaker. Tegenover een telefoon of een laptop speaker is het wel zeker een verbetering. Dan laten we eventjes een kleine demonstratie in het donker. Om je even een mooi effect te geven van de verlichting. Dat ik persoonlijk erg gaaf vind. Oké, het eerste wat we moeten gaan doen om het te verbinden met Bluetooth is de Bluetooth aanzetten. Staat altijd uit bij mij, bespaart gigantisch veel batterij. En daarna druk op het knopje om hem te activeren. Oké, dan gaan we eens eventjes aandrukken. En dan wordt hij gekoppeld. Je hoort het geluidje. En hij doet het. Alright, laten we eens eventjes een muziektestje doen. Oké, en het werkt echt gewoon zonder enkele problemen. kun je hem eenvoudig aankoppelen op de Bluetooth speaker. Oké, dus ook dit is wat we gaan krijgen. Het werkt Bluetooth technisch goed. Ik heb ook wel een afstandje eventjes weggelopen en je hoort het geluid gewoon doorspelen. En ja, voor het geld kunnen we gewoon niet klagen. Het geluid, ja, ik mis een beetje bas, maar 2x5 watt is ook niet heel veel. We gaan het hebben over de Battletron gaming speakers van de Action. Want het merk Battletron is tegenwoordig te vinden bij de Action, zoals vele andere producten. Maar in deze video wil ik het hebben over de gaming speakers. Dit zijn gewoon de basic stereo speakertjes die je kan aansluiten op je laptop of gewoon op je game PC. Want uiteraard de monitoren die vaak, of je weet het, de luidsprekers die in je monitoren of je laptop zitten, zijn niet echt heel geweldig. En misschien kunnen deze kleine speakertjes een verbetering geven aan jouw gameervaring. Dat is iets wat we gaan proberen. Maar zoals je ziet, hij komt in deze standaard Battletron verpakking. Aan de achterzijde bevindt zich wat informatie over de speaker, hoe het werkt en waar alle toetsen voor zijn. Althans, er is eigenlijk maar één draaiknop en dat is gelijk ook de aan- en uitknop. 2x3 watt, het is niet heel bijzonder, het is gewoon color changing, of andere woorden, hij verandert van kleur. USB kabel voor de stroom en een normale jack voor het geluid input. Zoals hier zeggen is de speaker 2,5 inch en de frequentie ligt ongeveer tussen de 160 Hz en 20 kHz. Voor de rest een hoop andere informatie wat ik al heb uitgelegd. Laten we hem gewoon lekker uit gaan pakken en kijken hoe het er van binnen uitziet. Of beter, wat zit er in het doosje. Ik ben gewoon heel benieuwd. Het voelt op zich wel heel zwaar aan de verpakking. Dus dan is ook de vraag, is het een beetje degelijke kwaliteit? Trouwens, tegenwoordig plakken ze de doos dicht. Dat is er iets nieuws, waarschijnlijk tegen diefstal of zo. Nou, dit zijn ze dan. Het komt netjes verpakt in twee bubbeltjes plastic beschermhoesjes. En uiteindelijk ziet het best wel goed uit. Alle nieuwe technologie kunnen ze speakers heel goedkoop maken. Maar toch, ik vind deze toch best wel zwaar eigenlijk. De rechtse, of in ieder geval met de aan- en uitschakelende volumeregeling. Maar ook de andere. Ja, het ziet er echt wel gelikt uit en het weegt al best zwaar. Aan de voorzijde bevinden zich gewoon twee LED-verlichtingringetjes. Daarachter zie ik voor mij één speaker. Voor de rest, ja, de draaiknop voelt wat zwaar aan. Ik vind het wel fijn als je langzaam draait eraan. Voel je ook een soort tandwieltje van binnen. Wat ik heel fijn vind, want als je hem speciaal wilt instellen op een bepaald volume is het heel makkelijk te vinden. Zoals je ziet, de speaker zit eraan vast. Helaas, die kan je niet loskoppelen. Hier even kijken, heb je de kabels. USB voor stroom. Kan je je PC steken of eventueel kan je een adapter voor gebruiken. En een jack aansluiting. Maar laten we eens een kijkje nemen naar de luidsprekers, want ik ben wel benieuwd wat er eigenlijk in zit. Ze wegen best zwaar voor zulke goedkope speakers, nou wil ik weten wat er ook in zit. Ik heb alleen een kruiskopschroevendraaier nodig, want ik moet alleen maar een paar parkertjes verwijderen, that's it. Dus het is kind eenvoudig, dus dat is ook iets wat we eventjes gaan doen. Alright, we pakken nummer 3. Ze zitten ook niet heel erg vast, dat valt me ook al mee eigenlijk, dus ze hebben ze voldoende vastgedraaid, maar niet ook dat ik zeg van, nou, wat zitten ze toch enorm strak vast. Alright, zo de laatste schroef er eventjes uit. Dan maken we hem open. Oeh, aha, het gewicht zit hem echt overduidelijk in de speaker dan. Oké. Nou, ik moet je zeggen, er zit toch best wel een serieuze magneet aan deze luidspreker. Maar zoals je hier kan zien, de kabel die binnenkomt, heeft 4 aders, plus en min, oh, sorry, daar zit vast, plus en min. Voor de LED-verlichting die opgelijnd zit op de magneet. Oké, heel apart. En we hebben de twee kabels die aan de speaker zelf zitten. Maar goed, we gaan eens even kijken. We gaan ook de speaker er eventjes uithalen. Want daar ben ik ook wel benieuwd wat hij nou eigenlijk onder bevindt. Even kijken. Het zijn gewoon 4 parkertjes. Ik ga het heel voorzichtig losmaken. Want ik wil niet de kabeltjes beschadigen. En wat ik dus heb gemerkt in het verleden. Als je namelijk deze kabeltjes te veel beweegt, dan breekt het gewoon letterlijk op het soldeerpunt af. Ja, zulke dunne kabeltjes zijn. Maar ja, nogmaals, het zijn ook super goedkope speakers. En voor het geld kunnen we ook echt niet meer verwachten. Althans, dat vind ik. Dus daarom, we gaan even kijken wat er onder de luidspreker zit en ook hoe is de kwaliteit van de luidspreker zelf. Want ik ben al wel heel benieuwd wat voor soort we gaan krijgen. Oké, we liften hem heel voorzichtig omhoog. Even kijken, we draaien hem om. Oh, voorzichtig voor de kabeltjes. Oké, nou dat ziet er nog eigenlijk best wel netjes uit. Nou, eens eventjes kijken. Zoals je ziet heeft best wel een redelijke stootrand. Dit ziet er ook heel netjes uit. Ik heb wel speakers zitten gebruikt. Het is altijd hele goede koper karton. Dan ziet het er super goedkoop uit. Maar echt voor speakers, voor dit, het verbaast me gewoon. Hoe groot, dikke magneet en of goede kwaliteit, goede speaker. Maar goed, hieronder vind je de lettering. Er is niet veel te vinden. Ze hebben de kabels vastgelijmd. Dus ik ga voor de rest niks meer uit elkaar halen. Dit is dan uiteindelijk ook wat we uiteindelijk krijgen te zien. Oké, terug in elkaar gezet. Dit is wat we krijgen van de binnenkant. Laten we nou eens kijken wat voor geluid we krijgen. Zo. De naam- en uitschakelaar zit hier bij de volumeregeling. Dus dat is eigenlijk meer een 2 in 1. Op zich niet heel groot ramp. Ik vind dat wel fijn. Maar zoals je ziet, zoals je aanzet, gaat ook meteen de verlichting branden. Ziet er trouwens best wel tof uit. Om je een kleine vergelijking te geven. Ik wil je eerst even de luidspreker van de laptop horen. Maximale volume, om je een beetje een idee te geven van een simpele luidspreker. En dan stappen we over naar de speakers. Zodat je goed kan horen wat het verschil is. En wat dan uiteindelijk ook de upgrade is. Oké, en nu stappen we over naar de luidsprekers. En hier een kleine vergelijking van de laptop speaker naar de luidsprekers, nogmaals wat sneller achter elkaar. Dit is wat je gaat krijgen met de goedkope luidsprekers of gaming luidsprekers. Het midden en het hoog is best wel goed en het heeft nog een klein beetje bas. Maar uiteraard voor budget speakers, meer dan dit kan je ook niet verwachten. Ze zien er best geinig uit, met best wel aardig geluid en voor het geld kunnen we niet klagen. Zo, in de volgende video gaan we het hebben over de Bluetooth Game Controller. Maar, er is een maar bij deze. Kortom, toen ik hem in eerste instantie reviewde, vond ik hem niet zo geweldig. En dat kwam gewoon omdat ik problemen had met het koppelen aan mijn telefoon. Maar er is een oplossing voor. Yep. Ik heb er uiteindelijk nooit meer een filmpje van gemaakt, omdat ik er gewoon geen tijd voor had. Maar het is namelijk zo, je kunt de app wel downloaden, maar dat gaat dan via een of andere vage Chinese link. Dan houdt dat in dat je hem kunt downloaden via die link, dus niet via de Play Store. Laten we even duidelijk zijn. Vaak als ik hem scande, vooral in de oorspronkelijke review, heb ik het geprobeerd en bleek naderhand gewoon totaal niet te werken. Of je kwam op een link uit of een dead link. Maar er is één ding wat je moet weten. Kijk, sideloading van apps brengt zeker risico mee, zoals virussen. Maar dat kan dus bij Android wel gebeuren. Hoe dat zit met Apple kan ik je nou niet vertellen, want ik heb geen Apple-telefoon. Maar ik zou zeggen, wees daar wel heel erg voorzichtig mee als het daarom gaat. En ik vind persoonlijk dit dan misschien wel een van de slechtste producten die ik ooit van Battletron heb gehad. Het idee was leuk, je klikt in principe je telefoon erin en je hebt een soort virtual reality shooter game. Echt gaaf, ik heb ook filmpjes gezien van andere vergelijkbare producten en dat leek me ook erg leuk. Dit ding kost dan een paar euro en ik denk, nou voor het geld kunnen we niet klagen. Nou, kunnen we wel klagen en ik vond het gewoon jammer. Het was een geinig stukje hardware. Maar het is absoluut niet hetgene wat ik van verwachtte, want het werkt gewoon van geen meter. En ja, ik hoop dat heel veel mensen dit probleem er wel omzeilen door bijvoorbeeld niet te kopen. Want ik zou je eerlijk vertellen, ik adviseer dit dus niet om te installeren met zo'n app. Want je weet maar nooit wat er voor malware in kunt zitten. En geloof me, dat wil je echt ook niet achterkomen. Maar goed, het apparaat op zichzelf, of in ieder geval het stuk plastic, want meer is het ook eigenlijk niet. Ik vond het wel een leuk idee. Het ziet er goed uit. Ik vond het wel een mooi stukje plastic hardware. En ja, nogmaals, ik vond het idee erachter erg leuk, daarom heb ik hem ook meegenomen. En uiteraard, het is Battletron. Alleen de uitwerking vond ik gewoon bagger. Nou ja, ik heb er dus een schroevendraaitje bij, want je moest hem openmaken. Er zit ook hier en daar wat QR-codes in. Niet hier zo, dit ding niet. Dat is gewoon een stickertje voor antidiefstal. Maar je hebt ook wel QR-codes die je dan kon scannen. Voor de rest, het idee is leuk. Je klapt hem open, je klikt hem erin. Kijk, daar zit een QR-code, kan je hem op scannen. Maar daar gebeurde er bij mij alleen niks voor. Je klemt hem erin en ja, goed, je kon er gewoon in principe mee spelen. Ja, voor de rest zo kan je er ook eigenlijk weinig mee, als je mij vraagt. Voor de rest moet ik nog wat batterijtjes erin doen. Maar wil je nou even de volledige review bekijken van wat ik al vond en hoe het uiteindelijk werking is, de kwaliteit, etc. Ik kan het altijd even checken hier op de channel. Maar laten we even gaan naar het volgende product. In deze video gaan we het hebben over de Charging Dock. Ja, zeg ik dat goed? Charging Dock? Ja, Charging Docking Station. Voor je PlayStation 4 controllers van Battletron. De serie van de Action die echt van alles te koop hebben. Ja, wat gaan we krijgen? We gaan krijgen een stukje plastic. Ik ben benieuwd hoe de kwaliteit is. Er zit dan gelijk een kabel vast, zie ik wel. En ja, dat is het dan eigenlijk. Er is eigenlijk niet veel te vertellen. Ik ben benieuwd hoe lang deze kabel is. En we gaan hem gewoon eens uitpakken. Ik ben mijn schuim vergeten. Zo. De unboxing wil ik gewoon speciaal met jullie doen, want dat is nou het leukste. Het is namelijk ook een unboxing. Eens even koekeloer, wat krijgen we allemaal? Oh, ik dacht de kabel het was zo zitten, joh. Zo, heb ik dan er even lekker een brainfart daar, zo. Jongen. Dus ik krijg er wel een los kabeltje bij, dus dat ben ik wel heel blij mee. Hij is niet heel lang. Ja, het is een stukje plastic. Ja, het stelt echt helemaal niks voor. Die gaat dan eigenlijk als ware de kabel in de... Dan moeten we er zo in. Ja, dan moet er zo in. Zo, die gaat er wel lastig in, zeg. En dan gaan we hem even koppelen aan de PlayStation die hier naast mij staat. Daarbij is ook niet in beeld. Zo, die prik je weer even in. Zo te zien zit er geen lampje op of zo. Het is echt super. Nee joh, basicer. Het kan gewoon niet meer standaard zijn dan dit eigenlijk. Het is echt gewoon onbegrijpelijk. Maar hier is geen lampje, helemaal niks. Maar ik krijg nog eens een keer een lampje naast. Even kijken hoor, dan moet hij er dan zo in gaan. Dan moet hij er zo in. Hoe moet dat pokkerdingen dan in, joh? Hier zo. Nou, zo zit hij erin. Controle 1. Ja, ik zou zeggen, normaal kan je hem zo inzetten. Maar zo makkelijk is dat niet, zie je wel. Even kijken hoor. Oh ja, ja, je moet er even kijken wat hij zit. Oh, nou ja, dit is dan eigenlijk het idee. Maar ik vind nou niet dat het heel erg makkelijk gaat, zeg maar. Oh ja, je ziet wel. Alles went, behalve een vent. Dat zie je wel, hè. Ja, nou ja, dat is dan eigenlijk het idee. Maar ja, moet je kijken, joh. Dat is datgene wat je gaat krijgen. Ja, mensen. Nou, weet ik wel een beetje jammer vind, dat we geen oplaadlampje hebben of zo. Maar goed, de indicatie krijg je natuurlijk ook in het scherm te zien. Ja, wat moet ik ervan vinden? Valt het er makkelijk uit? Nee, zo valt het er niet makkelijk uit. Dat valt ook nog wel mee. Ja, het is een stukje plastic met een paar connectors. Het is eigenlijk gewoon een gemak dient de mens. Dus je kan het mooi naast je PlayStation neerzetten zo. Dus elke keer als die opstart, dan leidt hij ook je controller op. Nou, oké, op zich het concept is zeker niet verkeerd. Ik meen dat deze echt een paar euro was. Ja, want je betaalt eigenlijk in principe gewoon voor een stuk plastic met 2 micro USB aansluitingen. In deze video gaan we het hebben over de Battletron gaming earphones. Ik kwam deze laatst bij de Action tegen en ik verbaas me gewoon dat ze van Battletron headphones uitbrengen. Ik dacht maar, hebben we nog niet genoeg headphones? Nope, die hebben we zeker niet. Dus ze komen met dit nieuws, de gaming headphones. Maar de vraag is, hoe goed zijn ze en hoe lekker zitten ze? Hij is weer helemaal dichtgeplakt. Oh, daar heb ik toch zo'n hekel aan. Dus laten we even een mesje pakken, openmaken. Dat ga ik maar niet filmen. Volgens mij ga ik heel de doos lopen. En daarna gaan we even uitpakken. Maar voordat ik hem open ga slopen, eventjes een chit-chat over de driver size. 10 mm, kabellengte 1,2 meter. Hij heeft een microfoon die we eraf kunnen halen. En daarnaast hebben we ook een inline volume control. Ja, dat klinkt altijd allemaal heel mooi, maar hoe goed werkt het? Dat is nog maar de vraag. Oh, je gaat het niet geloven, maar ik heb nog heel netjes open kunnen snijden. Dus dat valt allemaal wel weer mee. Eens even kijken wat we hier gaan krijgen. Hier zit dan de mooie gewoven kabel in. Alright. Hij komt dan blijkbaar ook met meerdere doppies. Oh, er valt er een bijna uit. Dus dat is dan ook wel altijd wel mooi meegenomen. Eens eventjes hier kijken. Oké, dat is wel heel apart. Dat er dan meerdere dopjes achter elkaar zitten om hem nog beter af te laten sluiten. En dan hebben we hier zo de rest allemaal bij zitten. In dit zakje zit dan blijkbaar nog meer doppies. Dat is een geweldig zakje natuurlijk. Even kijken, de rest er even uithalen. Dus op zich qua accessoires en wat je er allemaal voor het geld bij krijgt is toch ook ongelooflijk. Ik wil er ook bij vermelden, wat ik vooruit totaal helemaal vergeet, is dat je hebt hem ook eventueel in de blauwe kleur. Maar ik vond het wel mooi om deze gewoon in deze kleur te nemen. Zoals je hier ziet heeft hij ook van die rubber uitsteeksels. Die gaan namelijk in je oorschelp zitten om hem beter te laten zitten. Ze zijn wel een beetje groot vind ik zelf, maar we gaan hem eens even proberen hoe die gaat zitten. Daarnaast heeft hij de aansluiting zoals je hier kunt zien met 3 streepjes. Dat houdt in dat alles in 1 aansluiting zit. Voorheen heb je ook wel eens van die verloopjes gehad, die splitsen dan bijvoorbeeld weer op. En hier hebben we dan de handleiding met een korte uitleg van hoe en wat. Maar hou er dus wel rekening mee dat dus niet elke telefoon een headphone jack aansluiting heeft. En niet altijd te vergeten, soms heb je ook niet alle functies in je telefoon zitten. Of eventueel je laptop. Dus daar moet je allemaal wel mee rekening mee houden. Zo, de microfoonfunctie is wel apart, want jij krijgt dit microfoontje erbij. Dus in principe steek je met je oor, je prikt deze in en dit is dan uiteindelijk de microfoon. Je kunt hem in alle manieren kan je hem instellen. Op zich wel apart. Dit is helemaal gemaakt van een soort metaal. En daarom blijft hij ook zo goed staan. Dus het is geen plastic fantastic. Dus ik vind het wel mooi. Hoe krijgen ze het er allemaal weer gemaakt voor het geld? Alright. Zo, mijn vorige headset van Battletron kreeg ik dit verloopje erbij. Ja, dit zou ze nou bijvoorbeeld los kunnen verkopen bij de Action. Super ideaal voor een paar euro's. Zo, dan kunnen we deze namelijk hier inklikken. En dat zet hem dan om naar een aparte microfoon en een koptelefoon. Ja, dat is ideaal voor laptops of apparatuur die er juist twee gescheiden barrel jack connection voor hebben. Dus dat gaan we dan even doen. We gaan ook gelijk eventjes een test doen met de microfoon. Dus die gaan we er weer terug in prikken. En dan gaan we eens eventjes uiteindelijk luisteren. En dan geef ik jou mijn mening hoe ik deze vind zitten en hoe ik voor deze vind klinken. Ja, maar om te beginnen. We gaan het eerst eventjes de microfoon proberen zoals ik hier nu hoor. Dit is de microfoon, de Olympus, die ik hier heb staan. Is natuurlijk een duur microfoontje, maar om even een vergelijking te geven hoe die klinkt tegenover een goede microfoon. Dus nu heb ik de microfoon van Battletron aangesloten en dus niet die Olympus. En je kan hem dan eventueel wat verder van mijn mond af. Dat zal ik even doen. Zo, nou zit hij heel ver van mijn mond af. Zo, en dan ga ik hem helemaal dicht tegenaan. Want het zit best wel raar eigenlijk, dat je oordopjes hebt waar een microfoon in zit. Dat is een beetje raar. En uiteraard ook één oordopje is dan een stukje zwaarder. Ze hadden het over geluid regelen en dat kun je inderdaad hier zo. Er zit een volumeregelaartje op, gewoon een schuivertje. En dan hebben we ook een knopje voor eventueel voor te muten. Dus dat is dan wel mooi, lekker ouderwets met een mooi logootje van Battletron aan de achterkant. Dus ja, dat wilde ik je nog even laten zien voor het geval je niet weet hoe je de volume moet regelen. Of eventueel de microfoon moet muten. Jongen, maak ik er ook weer een zooitje van. Maar wat vind ik van deze oordopjes? Kijk, ze zijn natuurlijk niet draadloos. Het is wel een beetje ouderwets. Gewoon lekker met een kabeltje. Op zich geen probleem. Daar moet ik echt wel bij zeggen. Alleen het enige jammer is om te beginnen, ja, het verloopje. Dit moeten ze dan eigenlijk bij verkopen los. Of dat mensen dan de optie hebben. Of geef het erbij en reken een paar euro meer. Voor de rest, ja, de kabeltjes zijn nog wel dun. Dat merk ik dan wel. Ja, of ze lang meegaan, betwijfel ik dan ook. Want dat gaat zo wel eens, misschien een interne breuk kan wel eens voorkomen. Voor de rest, als het gaat om de afsluiting, is gewoon perfect. Het is heel zacht materiaal. En voor mij zitten ze heel diep in mijn oren. Ik vind het altijd niet even fijn, maar je kan het wel goed horen. Ja, voor de rest, daarnaast ja, het microfoontje. Ik heb hem even laten horen aan jullie. Voor de rest, het is een heel apart verhaal. Je hebt dus oordopjes met een microfoon erin. Ik heb het zelf nog nooit voor deze review geprobeerd. Ja, het is een hele aparte, ja, zou zeggen, ervaring. Je merkt wel als die erin zit dat hij uiteindelijk niet het oortje uit je oor wil trekken. Maar je voelt wel meer gewicht. Dus het is niet altijd positief voor de rest. In de video gaan we het hebben over de headset van Battletron Gaming. Er waren een enkele mensen die hiernaar vroegen en ik moet eerlijk zeggen, ik was er ook eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Wat gaan we krijgen met de Battletron Gaming headset with light-up function? Ja, want deze heeft ook lichtjes. Maar ik ga daar wat later op terugkomen. Ik moet er wel bij zeggen, de Action verkoopt echt enorm veel headsets tegenwoordig. Maar Battletron is hun gaminglijn, althans wat ik heb vernomen, want ze hebben een gigantisch aanbod van gaming merchandise tegenwoordig. Hij komt met LED-verlichting zoals ik al eerder heb vermeld, een 2 meter kabel en uiteraard een microfoon. We gaan ook de microfoon testen. Ga eventjes kijken hoe goed de microfoon is. Uiteraard op de achterkant hebben we nog wat extra informatie. Meer van hetzelfde eigenlijk. Maar het einde van het liedje is meer de vraag van wat gaan we krijgen en hoe gaat het klinken. Want dat is toch wel de uiteindelijke ervaring. Voor de rest hebben we ook wat informatie over de speakers aan de binnenkant gezet. Maar goed, ja, wat kunnen we verwachten van 16,95. Maar de microfoon kan je wel aan en uitzetten. En dat vind ik op zich ook wel heel belangrijk. Maar goed, laten we hem samen eventjes uitpakken en ik ben heel benieuwd wat we gaan krijgen. Aan de zijkanten zitten twee stickers. Maar het eerste wat mij opvalt, hij is bijna niet uit zijn verpakking verzoend te krijgen. En dat komt omdat ze weer alles hebben vastgeplakt. Ja, dat gebeurt er regelmatig met deze Battletron, ja, Battletron producten, maar deze is wel heel erg. Maar goed, we zijn er weer. Maar zoals je kan zien hier zo, ik heb hem gewoon helemaal uit elkaar moeten trekken. En dit is echt een drama. Zoals je hier ziet, ik krijg hem gewoon niet eens meer open. Dus ja, als je hem eenmaal openmaakt, dan is heel je verpakking vernacheld. Dus dat vind ik dan wel weer een beetje minder. Ja, nee, oké, dat gaat hem niet worden. Oké, dit is dan ook het resultaat. Ja, oké, verpakking is vernacheld, die is afgeschreven. Laten we hem eens eventjes eruit schuiven en kijken wat we gaan krijgen. Dat is wel heel erg leuk. Ik krijg hem eruit. Hier. Zo, de handleiding is wel gigantisch. Misschien een klein detail, ik denk wel oké, maar dit is echt wel bijzonder. Dit zie je niet elke dag dat je zo'n luxe handleiding krijgt. Maar ja, goed, weer dezelfde informatie, hoe het werkt enzovoort enzovoort. Niet echt heel interessant. Laten we eerst even ons bureau leegruimen en even de koptelefoon eruit halen. Zo, zo, ja, oké, komt eruit. Zo, het stijlmes hebben we niet meer nodig. Ja, dit kan ook weg. Maar goed, de eerste indruk is dat hij echt zwaar aanvoelt. Dit is niet normaal. Ik had verwacht echt een goedkoop plastic koptelefoontje, maar nee, hier speciaal voor metaal. Zo, dat ziet er echt wel heel degelijk uit. Netjes Battletron erop gemaakt hier. In de binnenkant hebben we ook logo's. We hebben een mooie, nou, zoals we zeggen, skyleer oordoppen. Aan de buitenkant de logo's, microfoontje. Kan je, nee, kan je zo te zien niet ontkoppelen. Voor de rest ziet hij er echt wel goed uit. Aan de buitenkant hebben we een soort coating. Dat vind ik alleen een beetje minder. Ik weet niet of dat mooi blijft in de aankomende jaren. Ik heb in het verleden wel eens gehad apparatuur die beginnen te plakken. Voor de rest, dit schuift dan wel uit. Dus dit past zich wel aan je hoofd. Dus dat is iets wat we gaan proberen. Maar voor de rest, eerste indruk ziet er goed uit. En als je dan kijkt ook naar de kabel. Dit verbaast me helemaal. Zoals je hier ziet, de kabel is gewoon echt heel dik. En dat is heel fijn. Het voelt ook gewoon echt heel degelijk aan. Ik heb veel koptelefoons gehad van goedkope kabels. Maar goed, dit is even een verhaaltje. We hebben dus in principe twee jackkabels en een USB. De USB, nee, je kan het niet gebruiken voor je PlayStation. Het is niet echt een USB-aansluiting, wat ik heb begrepen. Het is puur voor de verlichting. Ja, heel raar. We hebben twee aansluitingen zoals je ziet. De linker, de groene, is voor de koptelefoon. De rechter voor een microfoon. Dus dat is eigenlijk wat je doet. That's it. Ouderwets is het gewoon. Dat is wel heel oud. Dit is het concept. Dus even kijken om even de kaart te halen. Kijk, en dit valt me ook op, is dat deze kabel gewoon echt goed, degelijk en dik aanvoelt. Ik heb wel eens hele dure koptelefoons, dat ga geen merken noemen, maar die had echt van die kabel. Ik dacht van, jongens, dat kan echt niet. Dus dat is echt wel een heel groot positief punt. Ik zal de USB's even gebruiken, dan kan je het effect zien van de verlichting. Even kijken, moet ik wel natuurlijk er goed insteken. En dit is het uiteindelijke effect. Op zich, het effect ziet er wel heel gaaf uit. Dus dat vind ik wel gaaf. Maar ja, dit is ook weer zo'n momentje van, oké, het is leuk, heel gaaf. Ga je zelf niet zien, het is alleen maar voor een ander. Ja, voor de rest ga je dit niet veel zien. Maar dan denk ik weer bij mezelf van, voor zo'n goedkoop koptelefoon, ja, wel vet dat ze dat doen. Maar alleen een beetje raar dat het alleen via USB gaat. Dat ik denk van, waarom maak je dit ding niet gelijk compatible met PlayStation bijvoorbeeld. De microfoon is nu aangesloten op mijn camera. En dit is dan uiteindelijk ook als ik hem vrij dicht bij mijn mond hou. Nu heb ik hem toch wel een centimeter of 10 van mijn mond af. En dit is uiteindelijk dan de geluidskwaliteit die we gaan krijgen. Even een kleine vergelijking. Dit is dan de microfoon die je nou hoort van de Battletron. En dan ga ik hem even koppelen aan de Olympus. Nou, moet je voorstellen, dat is een microfoon van €100. Dus dat is natuurlijk wel een groot verschil, maar toch om jou even een duidelijk verschil te geven. Wat is het verschil van een microfoon van een koptelefoon van 1695 of een Olympus? Oké, dus dat is nou het verschil. Kijk, nou pak ik de microfoon. Die moet je natuurlijk wel naar me richten. Zo. Die staat ook op een flinke afstand. Maar dat is nou eigenlijk het verschil tussen een dure microfoon en een goedkope microfoon. Hoe ziet de microfoon eruit en hoe past die? Nou, we zullen hem eens even opzetten. Ape, die gaat ons even helpen hierbij. En hij zit ook echt wel goed, kan ik je vertellen. Hij zit al gelijk prima, al heb je een groot hoofd, zoals ik, of een klein hoofd. Het maakt ook als Ape, het maakt allemaal eigenlijk niet uit. Hij zit gewoon heel goed. Zo, even positioneren. Microfoontje op zijn plek. En zo ziet het eruit. Ziet er netjes uit. Voor de rest, zoals je hier ziet, hij gaat over de oren heen. En voor de rest past hij best wel goed. En hij zit ook best wel lekker. Aan de bovenkant past hij zijn eigen aan, zoals je hier kan zien, past hij aan op je hoofd. En dat is toch ook wel heel comfortabel. Ik heb niet eens het idee dat ik de koptelefoon op heb na een tijdje. Voor de rest, hij ziet er gewoon top uit. Maar hoe is de geluidskwaliteit? Ik heb geluisterd en vergeleken, maar wat duurdere koptelefoons die ik heb liggen. Voor de rest, er is laag is aanwezig, een klein beetje bas zoals het noemen. Midden is goed aanwezig en het hoog vond ik op zich een beetje redelijk. De microfoon, zoals ik al aangaf, ik zou zeggen, hou hem een beetje van je mond af, want anders krijg je het effect dat mensen letterlijk je horen ademen. Dus dat is dan weer een beetje minder, maar voor de rest, je kan hem goed positioneren, maar je kan hem helaas niet verwijderen. Uiteindelijk, de koptelefoon voor het geld, de verlichting, het ziet er gewoon tof uit. Zoals je hier kan zien, hartstikke tof effect waar je zelf eigenlijk vrijwel niks aan hebt. Maar je moet wel een USB-poort opofferen op je PC bijvoorbeeld. En dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Voor de rest, ik denk voor het geld kunnen we niet klagen als het om het geluid gaat. En hij ziet er best wel tof uit. Vind je ook niet, Eep? Ja, hij vindt van wel. Maar wat ik verwachtte van deze koptelefoon, goedkoop kwaliteit en ik dacht mezelf, dit gaat nog toch niks worden. Maar toch ondanks alles ben ik uiterst tevreden hierover. Kijk, 16,95, het is niet te vergelijken met een andere koptelefoon van een duurder merk. Maar als je een koptelefoontje zoekt wat een beetje gewoon comfortabel zit, wat aardig klinkt, is het zeker niet verkeerd. Battletron gaming headset, including microphone. Van andere woorden, zit ook een microfoontje in. En wat gaan we dan krijgen bij de nieuwe versie? De oude was ik erg over te spreken, maar hoe is nu de versie in 2021? Maar laten we het eens even hebben over de specificaties. De gevoeligheid is ongeveer plusminus 104 decibel. Frequentie van 20 Hz tot 20 kHz. Impedans 32 ohm. Met deze headphone krijgen we ook een verloopje. En met dit verloopje kunnen we van enkele jack naar dubbel jack. Dat is heel eenvoudig te gebruiken als je bijvoorbeeld een laptop of een ander apparaat hebt die dan de enkel jack niet ondersteunt. Kortom, alle soorten mogelijkheden. Maar laten we eens even kijken naar de kwaliteit en laten we eens eventjes uit gaan pakken. Maar eerst laten we eens eventjes uitpakken samen met jullie. De verpakking een beetje heel laat, dat is ook altijd heel erg prettig. Ik vind het leuk om de verpakking te bewaren. Zo. Nou, een hele mooie, slimme verpakking. En eens eventjes kijken wat er allemaal bij zit. We kregen er een kabel bij. Ik neem aan dat hier mijn verloopje en ook gelijk de handleiding aanwezig is. Oké, laten we eens even kijken naar het verloopje. Nou, het verloopje zelf is dus heel erg lang en een prachtige kabel. Ja, wat is het verhaal? Is dat deze zullen we vaak in de computer nodig hebben. Dit is namelijk voor de koptelefoon en dit is namelijk voor de microfoon. En zoals je hier ziet, heeft hij dan ook normaal gesproken maar één aansluiting. En laten we eens even kijken, dat klopt inderdaad. En deze zullen we weer kunnen gebruiken in andere apparaten die bijvoorbeeld maar één jack-aansluiting hebben. Misschien een laptop of iets anders. Kortom, daar gaan we later verder op in, als je dat misschien wel leuk vindt in een andere video. Maar laten we het hebben over de handleiding en daarna de koptelefoon. Zo, hij komt natuurlijk met een handleiding. En het is echt een flinke dikke handleiding ook. Hier hebben we nog wat extra informatie over de speakers, de impedance en de gevoeligheid. Sommige dingen hebben we al besproken. Maar hier staat het nogmaals in wat voor informatie. Allemaal diverse talen, want de Action zit ook echt overal. En dan zullen de producten ook echt overal verkopen. Maar voor de rest, niks bijzonders. De koptelefoon, waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Wat vind ik ervan? Mijn eerste indruk is, well, oké. En de reden waarom, de behuizing is voornamelijk gemaakt van plastic. En van de plastic fantastic, daar ben ik niet zo'n groot fan van. Voor de rest, het voelt wel soepel aan, dus heb je wat groter hoofd, is die heel makkelijk op je hoofd te zetten. We kunnen hem in de zijkanten bijstellen. Ook dit is allemaal gemaakt van plastic. Bij wat luxere variant is dat van metaal. Ja, ga je er misschien een keerprok op zitten of laat je hem stuiteren, heb je kans dat dit wel wat makkelijker af gaat breken. Daarnaast, hij heeft lekkere kussentjes, dat dan wel. Hoe die zit, zal ik je later in deze video even uitleggen. Voor de rest, de vooromgeving is ook wel lekker groot. Dus hij gaat over je oren of hij ligt net op het randje. Maar dat is ook vaak een probleem als je wat kleinere oorschelpjes hebt bij een koptelefoon. Dan ligt hij er vaak op, is heel oncomfortabel of hij sluit gewoon heel slecht af. Maar hoe is het dan met de microfoon? Deze kun je heel eenvoudig in- en uitklappen. Ja, ik ben er geen groot fan van, want het probleem is dus stel je bent aan het gamen, praten met je maten, je laat een prok vallen en hij klapt nou net niet in, heb je kans dat hij gewoon afbreekt. Dus in dat zich, ik ben niet zo helemaal tevreden over dit systeem. Het is wel mooi natuurlijk, want als je hem dichtklapt, ja, heb je er voor de rest geen omkijken naar. Dat is dan weer een voordeel. Maar aan de geluidskwaliteit kan je niet veel van verwachten. Dat vertel ik je nu alvast als het gaat om de microfoon. Oké, hoe aan te sluiten? Nou, ik heb toevallig nog een jackkabel op mijn telefoon. Met mijn telefoon kan ik hem zo aansluiten, rechtstreeks met de plug. En dat is dan wel een voordeel. Heb je deze optie nou niet? Ja, dan moeten we toch even het verloopstekkertje gebruiken. Dan gebruiken we niet de microfoon, maar dan is het puur alleen maar voor het geluid. Maar laten we eventjes naar het geluid gaan luisteren. Hoe klinkt die? En laten we hem eens even hard zetten. Overigens kun je ook hier de volume regelen van de koptelefoon zelf. Wil je dat nou niet bijvoorbeeld op je telefoon doen? Maar goed, wat zijn mijn ondervindingen van deze headphone? Nou, om te beginnen ben ik altijd wel vrijwel te spreken over Battletron. Simpelweg omdat je er gewoon heel weinig voor betaalt. Mag je ze rechtstreeks destijds bij de Action kopen. Het kan zijn dat ze niet te koop zijn. Dat je ze ergens anders moet kopen en veel te veel geld voor moet betalen. Kortom, het is wel een plastic fantastic verhaal met deze versie. Vooral met de microfoon. Ja, ik ben er niet zo fan van. Valt die, breekt die garandeerd af. Plastic... Ja, het is allemaal leuk dat het goedkoop is, maar daar bijvoorbeeld de vorige versie, kunnen we wel een vergelijking van maken. Die was toch iets kwalitatief beter. Daarnaast, hij zit wel lekker op mijn hoofd. Vooral de oorschelpen vind ik heel prettig. Ja, hij gaat niet hard, absoluut niet. Ja, de geluidskwaliteit is gewoon matig. Er is gewoon wel een klein beetje bas, midden en hoog is ook wel prima te horen. Maar het is gewoon een goedkoop koptelefoon met een uitgebalanceerd geluid. In ieder geval, heb je deze nou? Laat mij weten in de berichtenbox. Wat vind jij hiervan? Jouw mening vind ik altijd heel belangrijk. De car bracket voor de Nintendo Switch, of zoals Mario zeggen, Nintendo Switch. En de reden waarom ik deze eventjes wilde proberen, omdat ik toch wel dacht dat het iets makkelijker was. Dit is een bracket die je dan uiteindelijk in je auto ergens kunt monteren. Je kunt 360 graden draaien en wat het idee erachter is, is dat je bijvoorbeeld je Nintendo Switch vastklemt. En ja, dat je gewoon lekker de controls af kan halen en kan gaan zitten gamen. Maar ja, wat gaan we krijgen? Daar gaan we vandaag eventjes achter komen. Ik ga hem eerst even lekker openmaken. Jongen, wat een flabberde waskie verpakking. Dat is echt gewoon... Ja, dat is weer kansloos. Het is weer kansloos, hè. Maar ja, volgens mij kost het verpakkingje meer dan een stuk plastic wat erin zit. Dat weet je altijd wel. Ja, we gaan even lekker prillen. Ja, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Blijf nog even kijken, hè. Blijf nog even kijken. Ja, we hebben hem. Hij is tenminste niet dichtgeplakt net als de vorige keren. En dan even kijken wat erin zit. Nou, voor de rest zit er niet veel bijzonders meer in. Eens even kijken hoe dit eruit ziet. Dit ziet er wel mooi uit. Het is een soort... ik denk dat... Het is gewoon een hol pijpje dit. Kijk, hem uit elkaar halen. Nee, dat niet. Oké. Hier hebben we dan de houder waar de Nintendo Switch in moet komen. Het is gewoon met een veersysteem. Deze klem je in principe achter in de autostoel. En dan hebben we eventjes... Dan klikken we deze er even in. Dan zag je dat? Ik had even een brain fart. Maar goed. Laten we eens even gaan proberen. Oké, zo. Nou, het enige wat je moet doen is hem induwen. Dat is eigenlijk de manier hoe je hem inklikt. Op zich wel een apart systeem. Met een veer. De veer is vrij strak. Nou, that's it. Dat is het enige wat je doet. Nou, en dan zit hij in zijn positie. Het volgende wat we dus moeten doen is natuurlijk de houder eraan. Je kan hem wel proberen zo eraan te klikken, maar dat gaat bijna niet. Je moet hem echt helemaal losmaken. Zo, en dan kunnen we alsnog erop klikken. En dat is het. En dan draaien we hem gelijk weer eventjes aan. Wel super belangrijk dat je hem goed aandraait. En kijk, als het goed is, dan kun je hem gewoon nog bewegen. Maar we kunnen hem uiteindelijk wel helemaal vastzetten als je dat zou willen. Dan gaat het natuurlijk niet alle kanten op met het oude rijden. Dan laten we de Nintendo Switch er even in prikken. En kijken hoe dat dan werkt. Vervolgens kan je hem in de positie zetten als je wilt. En we kunnen hem aanzetten. En that's it. Kunnen we lekker gaan gamen. Je hoeft je... Switch niet meer vasthouden. Ik denk dat het wel een super ideale oplossing is. Laat me weten in een berichtje wat jij ervan vindt. Of heb jij hem überhaupt al gekocht? En wat is jouw ervaring? Even langs deze kant wil ik je laten zien. En dat werkt best wel goed. Hij blijft ondanks alles blijft hij wel lekker strak zitten. Dus hij blijft in zijn positie staan. En dat vind ik wel fijn. Want vaak door trilling vanuit de auto was ik bang dat hij uiteindelijk helemaal gaat lopen wiebelen en doen. Maar dat doet hij niet. Zo, nou ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk was met de montage van het apparaat. Want het was voor mijn geval een beetje lastig filmen. Ja, zo'n grote auto hebben we niet. Kortom, maar ik dacht bij mezelf, toch wil ik het even laten zien hoe het uiteindelijk erin vaststaat. En wat aan mijn persoonlijke ervaring is. Nou, op zich de constructie zelf is zeker niet verkeerd en je Switch wordt er dan ook heel goed in vastgeklemd. Daar hoor je mij absoluut dus niet over klagen. Ja, voor de rest wat ik wel merkte is dat je hem vervolgens helemaal los moet draaien en dan pas kan je hem echt monteren. Anders is het wel wat lastiger. Ik heb niet helemaal mijn best gedaan zoals je zag, want hij heeft echt een hele krachtige veer. Dus om hem helemaal eromheen te trekken zie je wel, is gewoon heel pittig. Dus dat is wel een dingetje waar ik zelf de fout al de eerste keer mee maakte. En holy crap, eraf krijgen moet je echt heel voorzichtig doen. Persoonlijk zou ik niet graag mijn Switch zelf willen beschadigen. Kijk, hier aan de binnenkant heb je wel wat petjes in zitten om het beschadigen tegen te gaan. Maar zoals ik al zei, ja, je moet echt heel hard trekken om hem uiteindelijk helemaal uit elkaar te halen. Want je moet hem, zoals je zag, helemaal maximaal uit elkaar halen om hem vervolgens om de Switch heen te doen. Ja, werkt het? Absoluut, het werkt zeker te weten. Maar de uiteindelijke ervaring is wel positief. Wat ik wel merkte is dat je hem helemaal los moet draaien en dan pas kan je hem in principe insteken. Want anders gaat het echt van geen meter. Dat is dan wel even een dingetje. Voor de rest, om hem erheen te doen, je moet hem echt helemaal uit elkaar halen of helemaal uit elkaar trekken. Voorzichtig wezen, want hier zit wel foam in, maar dan toch kan je hem wel beschadigen denk ik. Daarnaast, hij is gemaakt van metaal, dit is gewoon een hol buisje. Dit zit gewoon allemaal vast. Grotendeels, hier zit trouwens wel een beetje speling op. Voor de rest, ja, dit is wel mijn plastic, dus op zich het voelt wel heel sterk aan. Oké, maar laten we eens eventjes kijken in het vak hier. Nou, ze hebben dus ook gewoon een lekkere saaie zwarte. Dan hebben we deze kleur, de rood met blauw die ik mee ga nemen. En eventjes kijken wat we er meer hebben. Daarachter ligt nog een andere versie. Oké dan, zelfs van die Avengers. Oké. En er zijn nog wel meerdere soorten volgens mij. Oh, daar is nog een andere. Wat is de Luigi versie? Oh nee, de Lion King. Zo ja, je kan zien dat we hebben best wel verschillende soorten. En misschien bij jouw Action ligt er misschien nog een andere kleur die ik hier niet heb liggen. Ah, hier hebben we nog zelfs een Spider-Man. Op zich hebben ze wel verschillende hoesjes. Dus wou ik gewoon eventjes laten zien aan jullie. En uiteraard de Screen Protector. Die gaan we ook nog even proberen vandaag. Maar goed, eventjes een dingetje over het hoesje. Wat ik eigenlijk wilde zeggen met het hoesje, wat hij ging kosten. Hij kost 3,95. Hoe kennen ze het ervoor maken, jongen? Volgens mij kost die Screen Protector net zoveel. Ja, volgens mij wel, ja. Even op inzoomen. Ja, verrek. Kost ook 3,95. Ja, oké, dus de Screen Protector is net zo duur als het hoesje. Zo, laten we eventjes om te beginnen het hoesje uitproberen. Hoe gaat mijn Switch erin? Nou, om te beginnen moeten we eventjes deze losmaken. Het is wel mooi dat het er ook aan zit. Is het een beetje stevig? Nou, redelijk. De sluiting van de rits. Voelt op zich wel redelijk goede kwaliteit. Kijk, aan de binnenkant hebben we dan ook nog diverse opties om spelletjes mee te nemen. Dus dat is best wel mooi. Dus even de game eruit halen. Dat zullen we zo meteen eens even proberen. Ik kom erachter dat mijn scherm echt vies is. Even kijken hoe het hier erin past. Oh, zo. Ik weet niet of dat dit het idee is hoor, maar hij zit wel heel strak hoor. Holy shit. Kijk, hij moet er eigenlijk helemaal in gaan. Waarschijnlijk heeft dat met de vormgeving te maken. Waarschijnlijk kan ik hem wel dicht maken. Nee, hij gaat niet dicht hoor. Dus dat is dan wel eigenlijk een nadeeltje. Dan gaan we eens even kijken of dat er misschien met de vormgeving iets aan de hand is. Dan misschien andersom erin moeten doen, dat het misschien nog helpt. Normaal gesproken zou dat niet moeten uitmaken. En dat kan ook met die van mij te maken hebben. Op zich maakt het eigenlijk niet veel uit denk ik. Het is net of dat je bij wijze van spreken, ja, hij is wel gemaakt voor de Joy-Cons, maar je ziet dat hij altijd op een of andere manier omhoog blijft staan. Kijken of dit wat beter is. Ik denk zelf van niet. Ja, hij gaat nu wel dicht. Dus hij kent hem op één manier in. Hij zit er dan ook wel heel erg strak in. Alright, dan weten we dat ook weer. Nou, eens even kijken om het spelletje er nog in te doen. Maar nou gaan, en dan moet je hier nog kabels in frotten. Zit daar nog weer een hele viezigheid. Spelletjes kan je dan allemaal hierin doen. Maar die kan je er niet doorheen steken. Die zitten er dan gewoon zo in. Daar ben ik er niet helemaal kapot van. Ja, dus dat is eigenlijk dan dat hoesje. Op zich, hij past bij mij wel, maar ik moet wel een beetje frotten. Het kan ook zijn dat hij een beetje verkneld heb gezeten. Hij ziet er mooi uit. Je hebt een verschillende kleuren, heb ik je al laten zien met de opname die ik had gemaakt in de winkel destijds. Ja, laten we eens even gaan kijken naar de screen protector. Alright, zo, eens eventjes kijken de Battletron screen protector. Eens eventjes kijken of ik hem open kan maken. Ik had ergens gezien dat hij vastgeplakt was. Het is even een hoop gepriel, maar we krijgen hem wel open. Aan de zijkant is hij ook. Alright, dan de laatste nog eventjes. Ik ben wel benieuwd wat we gaan krijgen allemaal in deze kit. Mooie plastic bakkie. Hier krijgen we een mooie uitleg hoe we hem erop moeten plakken. Screen protector, eerst natuurlijk even schoonmaken. Step 1, step 2 en dan kunnen we plakken. Ja, daar gaan we het allemaal aan geloven. Het is ook echt zo'n harde plastic, dus dat is wel erg mooi. Dan gaan we eens eerst even met de wipes gebruiken. En dan gaan we eens toch eens een poging wagen. Zo, dan gaan we eens even wipe nummer 1 pakken. Is dat leuk om die dingen open te maken. Oh, jongen, 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 jongen. Waar ruikt het nou eigenlijk naar? Oh, zo. Holy shit, dat ruikt echt heftig. Is ook heel mat. Ja, dat wel. Zo. En dan alcohol zo wat erop zit. Laten we eens eventjes goed schoonmaken, want hij was echt inderdaad smerig. Dus dat is de eerste stap die we moesten doen. Even omdraaien zo. Dus even lekker schoonmaken. Die. Right, zo, dat is in ieder geval stap 1. Dus deze hebben we niet meer nodig. De vink stinkt er allemaal naar. Hij is nog flink nat, dan moeten we hem gaan drogen. Zo. Dan gaan we met drogen met het soort fiberdoekje wat ze erbij geven. Nou, hij is al bijna droog, joh. Ik hoef er al bijna niks meer aan te doen. Maar toch gaan we er even overheen. Zo. En even kijken goed of dat hij helemaal... Toch zit er nog zo'n waas overheen, zie je dat? Hier beneden, ik krijg hier echt heen en weer van, ik heb toch zo'n nek aan die screen protectors al te plakken. En dan moet hem zijn, dan zeggen ze, eigenlijk zegt hij, je moet hem in het midden drukken. En aan het einde, het liedje, gaat hij zichzelf helemaal te opplakken. En altijd heb ik dit soort dingen, hè? Kijk. Altijd heb ik dit soort dingen, weet je. Kom, kom. Oh, ik denk dat ik mazzel heb. Ik heb echt mazzel. En niet zo'n klein beetje, want... Ik denk dat hij hem perfect heeft geplakt. Hij is een klein beetje scheef, maar dat is altijd een beetje lastig om te zien. In deze video gaan we het hebben over de Battletron steering wheels voor Nintendo Switch. Nou moet ik wel zeggen dat ik heb eens een beetje rond zitten kijken naar dit soort stuurtjes. En die zijn best wel duur. Ik geloof dat ze de 10 en 20 euro als je bij andere winkels kijkt. En Battletron verkoopt ze natuurlijk weer voor een prikkie. Maar wat gaan we doen vandaag? We gaan ze eens even uitpakken. Zit ik er om me heen te kijken, mede ik een filmpje aan het maken ben. Kan ik natuurlijk weer niet verdomd die schuif vinden. Nou, dan doen we het maar even lekker zo. Hartstikke idee. Nou ja, voor de rest, het stelt niet veel voor. Dat ga ik je nou over vertellen. Het is gewoon eigenlijk een stukje plastic. Waar we natuurlijk onze controller doen. Ja, de Joy-Cons. Ik ben er sowieso niet een heel groot fan van. Bij de Nintendo Switch nu niet echt. Dus ja, vooral als je natuurlijk een houdertje. Misschien zijn ze dan wel beter. Even natuurlijk naast de kleine knopjes. Natuurlijk gewoon geen dingen pakken. Geen dingen. Kom ik weer met dingen. Gewoon geen schaap pakken. Dus even kijken wat er aan de binnenkant zit. Zo. Ik moet je zeggen dat ik niet verwacht dat ze zo groot waren. Dus even kijken. Holy crap. Zo, die zijn inderdaad wel flink groot. Kijk, het idee is natuurlijk als je bijvoorbeeld een Mario Kart speelt. Dat die echt perfect speelt. En dat je dan ook de achterknoppen kunt gebruiken. En dat is dan wel echt wel een voordeel. Dus laten we eens even de Joy-Cons pakken. En laten we eens eventjes ontkoppelen. Gaan we eens kijken wat we erin kunnen doen. Kijk, ik snap het wel. Oh, dat gaat nog best wel goed ook eigenlijk. Hoe krijgen we nou makkelijker uit? Oh, ik ken hem zo uit. Ik wou meer een joystickje pakken. Instant joystick drifting. Oké, nou ja, voor de rest, het is wel een heel aparte ervaring. Want als je namelijk kijkt naar dit. Oh, lekker brain fart, Wicked. Zo, dat is beter. Je moet wel heel goed opletten dat ze er goed invallen. Ja, het is heel apart, want je krijgt inderdaad gewoon normale shoulder buttons. En het enige nadeel wat ik wel al gelijk vind, is dat de joystick zit niet lekker. Want je moet eigenlijk, de joystick moet dan daar zitten. Die ben ik zo gewend om te spelen. En dus nou zit ik eigenlijk mijn handen, ik heb wel grotere handen, misschien heb ik kleine handjes. Zit je toch eigenlijk al gelijk verkrampt. En dat vind ik dan persoonlijk niet heel erg fijn. Oké, zo in de volgende afdeling gaan we het nog hebben over de muizen. Ja, Battletron heeft toen twee muizen uitgebracht. De gaming mouse en de professional gaming mouse. Nou, kortom, kort door de bocht, het zijn het gewoon goedkope muizen. Ga daar echt niet veel van verwachten. Je betaalt er een paar pleuren voor. Dus het is gewoon een beetje een leuke instapmuis. Zoek je gewoon een muisje om te gamen of misschien gewoon te browsen op het internet. Is het gewoon prima. Kijk, ik heb al vernomen dat er heel veel mensen die hebben wat bepaalde technieken om een muis te bedienen. Ja, dat speciaal soort... Dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet op een hele goede kope muis met een optische lens. Daar moet je dus echt naar een ander soort kijken. Maar toch wilde ik deze video gewoon even met jullie erover hebben. Wat ga je krijgen en hoe waren deze uiteindelijk? Dus bij deze gaan we het hebben over de gamingmuizen en het muismatje. Want die was ook best wel gaaf en lekker goede koop. Gaming mouse van de Action. Ja, want de Action heeft een nieuw merk genaamd Battletron. Het is een hele serie van diverse producten. Alles gerelateerd voor de echte gamer. Maar dan in deze serie video's gaan wij ook eens even kijken. Is dit nou ook echt wel iets voor jou en voor mij? Daarom zeker eens leuk zijn als je abonneert en druk op het belletje. Want anders mis je de video van de volgende keer. Oké, laten we een overview doen van de muis. Dit is gewoon de gaming mouse van 2020. Net als de voorgaande jaren hadden ze ook weer gave game muizen. Hij heeft wel 4 verschillende DPI standen, voor de mensen die niet begrijpen wat dit is, heel simpel. Je kan de snelheid regelen vanuit één knik op de knop. We hebben 6 knoppen, 1,5 meter kabel en hij wordt aangesloten via USB. En daarnaast komt hij ook met 7 kleuren RGB, want een echte game muis moet gewoon vette verlichting hebben, vind ik. En dat heeft deze muis ook. Maar wat ik zelf ook super belangrijk vind, hoe is de kwaliteit van de muis en hoe ligt die ook in de hand? Dat gaan we even doen. We gaan hem uitpakken en laten we kijken wat we eraan krijgen. Allereerst moeten we de seal eventjes doorbreken, anders kunnen we niet openmaken. Uiteraard, dit kan je met een mesje of met een schaar. Je doet hem hier eventjes openmaken. Overigens wat me op is gevallen met deze nieuwe verpakking is, ze zijn ook van binnen een beetje vastgelijmd. Je kan het hier al zien. Bij deze valt het wel mee, maar ik denk dat dat tegen diefstal is. Oké, laten we hem eens even uitschuiven. Vrij eenvoudige verpakking, niet te veel blister die kapot moet knippen. Je hebt een standaard handleiding. Er staat niet veel informatie in eigenlijk. Gewoon de standaard informatie, net als op de verpakking zelf. Helaas, voor de rest geen uitleg. Maar goed, wat valt er ook eigenlijk uit te leggen? Het is een muis, je steekt hem in de USB en dat is het gewoon. Eerst even kijken. De kartonnen verpakking voelt wel een beetje goedkoop aan. Maar goed, het is een goedkope muis. Dus dat kan op zich ook wel. Oké, dit kan opzij. Laten we eens even een kijkje nemen naar de muis wat we gaan krijgen. De eerste indruk is wel heel positief. De muis ziet er echt wel gaaf uit, zelfs als de verlichting uit is. Maar het ook het eerste wat me opvalt dat deze muis ook best wel groot is. Oké, laten we eens even een kijkje nemen naar het gewicht van de muis. Om te beginnen, hij voelt wel heel goedkoop aan. Dat is toch iets wel wat ik een beetje jammer vind. Voor de rest, het design ziet er wel grappig uit dit. Dat is om je duim te ondersteunen. Het is niet gemaakt van rubber, wat je vaak ziet. Overigens heel blij mee, het is gewoon keihard plastic. Voor de rest de kabel. 1,5 meter lang, zoals ze zeggen op de verpakking. Mooie kabel zit eraan. Ongelooflijk hoe ze dit kunnen maken voor het geld. Echt gewoon bizar. Laten we eens een kijkje nemen naar de knoppen. Het eerste wat mij opvalt, de zijknoppen voelen wel heel goedkoop aan. Je ziet ook dat er wel wat speling op zit. Het is iets wat ik niet graag zie en wat je wel gaat merken. Standaard knop in het midden voor DPI-stellingen. En voor de rest, ja, er is niet veel bijzonders aan. Onderzijde bevindt zich wat informatie en uiteraard de optische lens zelf. Maar het allerbelangrijkste, hoe voelt de muis aan in je hand? Nou, ik vind dit achterste gedeelte wel fijn, maar let op, ik heb gewoon een volwassen grote hand, middelmatige hand. Ik heb een gigantische berenhand of zo. Maar ik wil je er wel op attenderen, heb je wat kleinere handen zal deze muis niet zo fijn zijn. Voor de rest, het gevoel van de knoppen, de links en rechts, zijn op zich wel oké. Ja, het scrollwieltje voelt wel heel goedkoop aan. Ik heb het idee dat hij nou wel eventjes blijft hangen. De mousepad with LED van Battletron. Ik vond deze bij de Action, tot mijn verbazing. Ik heb veel muismatten al gezien, maar ik heb hem nog niet gezien met LED. Dus ik ben enthousiast, ik heb er zin in deze video. Ik hoop jij ook. Word zeker lid van het kanaal, druk op het belletje. en wordt lid van de club. Maar goed, we gaan het unboxen en we gaan eens een kijkje nemen naar deze muismat met LED-verlichting. En wat gaan we precies nou krijgen en hoe werkt het uiteraard? Het formaat is 25 bij 35 centimeter. Het komt zelfs met een 1,5 meter kabel en ongeveer een 4 mm dik. Dus hij komt ook nog eens een keer met 5 soorten LED-verlichtingen en daarvan nog met diverse functies. Dus op zich is het echt wel een hele uitgebreide muismat en zeker iets tofs voor bij je gameopstelling bij je PC. Hem ook combineren met de gamemuis van Action, dat gaan we ook zeker doen in deze video. En hier kun je het al zien, hij heeft diverse kleuren, maar ook diverse instellingen, waar we ook even een kleine uitleg bij gaan geven. Maar goed, dan zullen we eens even kijken, wat zit erin? Hij zit weer dichtgeplakt, zoals normaal gesproken. Even kijken, is er grabbelen het handje erin? Even kijken, ja, hier hebben we de kabel. Zoals je hier kan zien, komt hij echt best wel een mooie kabel. Voor het geld, ongelooflijk. We gaan hem eens even uitpakken. Het eerste wat me opvalt, het is echt een muismat. Dus niet echt wel van die platen waar verlichting in zit, maar dit is gewoon echt een muismat met een randje erom. En hij voelt ook echt dik aan en zwaar. Dus het ziet er prachtig uit. En ja, de structuur ziet er ook heel goed uit. Maar LED-verlichting met een muismat, hoe werkt dat? Nou, dat is vrij simpel. Zoals je hier kunt zien hebben we een heel klein randje aan de zijkant. En deze wordt dan ook verlicht. Ik vraag me ook af, want wordt het nou één grote kermis? Of is dit nog best wel te doen? Hier zie je, moet je hem aansluiten op de USB. Dit kan gewoon aan je PC. Of eventueel via een adapter als je dat wilt. Maar ik raad gewoon aan om dat te gebruiken via de PC. En een klein knopje om te wisselen. Oké. Laten we eventjes een laptop aansluiten, want ik ben benieuwd hoe deze werkt. Oké, dus eventjes kijken. Aansluiting, de micro-USB gaat aan deze uit. Even kijken of dat alles precies aangesloten zit zoals het hoort. De andere USB ga ik eventjes hier in de laptop buiten beeld aansluiten, want ik wil je gewoon laten zien hoe het eruit ziet. En het ziet er best wel tof uit eigenlijk. Ik vind het effect echt wel gaaf. Het is niet overkill. Maar goed. Laten we eens eventjes kijken wat we allemaal nog meer ermee kunnen. Want ja, het is een mooie dikke muismat. De LED-verlichting, ik ziet er echt wel super gelikt uit. Maar je ziet elke keer als je op een knopje drukt, dan gaat hij naar de volgende kleur. En zover ik ook weet, onthoudt hij dit ook elke keer. We hebben eerst gewoon de enkele kleuren. En na, als ik het goed had, de blauwe kleur. Gaat hij in speciale modus zoals fade-in, fade-out. Of gaat hij in een andere functie zoals continu van kleurenwisseling. Ik vind dit trouwens wel de mooiste functie die de muismat heeft. Het fade-in, fade-out zoals we het noemen. We gaan hem ook eventjes op de andere zetten zoals je het kan zien. Nou, dit is de kerstmisstand. Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Misschien vind jij het mooi, maar dat is smaak. Smaken verschillen uiteraard. Maar voor de rest de fade-in, fade-out vind ik heel erg mooi. En wat ik ook een hele fijne kleur vind persoonlijk, is als je hem gewoon op de rode kleur zet. En dat gaan we ook doen. We gaan hem even op rood zetten. Ik pak er even een muis bij en even kijken hoe dat nou eigenlijk voelt. Want de muismat is wel belangrijk voor de begeleiding van de muis. Even kijken. Oké, we gaan deze eventjes ook aansluiten op de laptop. Om een beetje het complete effect te geven. En zoals je ziet, het ziet er gewoon super vet uit. Hier nog een klein overzichtje van het eindelijke resultaat als je beide producten koopt. Maar ook natuurlijk gaan we met de budgetmuis proberen. Dit is de goedkopere variant van de Action. De disco muis kunnen we hem beter noemen, want deze heeft echt wel fel en veel kleuren. Laten we eens even alle instellingen doen. Laten we ze allebei fade in en fade houden. Ja, en dit ziet er gewoon echt heel gaaf uit. Nou goed, dus dit is het uiteindelijke resultaat als je hem aansluit op je PC of laptop. Je moet er uiteraard van houden. Ik vind het wel gaaf, de verlichting. Maar het is, gewoon als je hem op rood zet, gewoon mooi als achtergrond. Maar goed, uiteraard gaan we nou eens ook even een spelletje spelen, want daar gaat het om. We gaan er even gamen. Oké, de eerste test gaan we doen met de goedkopere muis. Maar wat mij echt opvalt, de geleiding is echt heel prettig. En normaal gesproken geef je er eigenlijk niet zoveel om, maar het valt mij gewoon op. Ik heb voorheen altijd een Chinees goedkoop muismatje gebruikt. Je hebt ze ook bij de Action voor 50 cent. Maar als je dan echt het verschil van deze merkt, het is gewoon super. Eigenlijk speelt het nog zelfs beter met deze muismat dan in principe met mijn Chinese goedkopere muismat. Uiteindelijk is het dan ook eigenlijk een meerwaarde of een toegevoegde waarde als je gaat gamen met een muismat? Oh ja, zeker weten. Of het is eigenlijk meer professional budget gaming mouse, want het ding kost relatief helemaal niks. Maar goed, we gaan eens kijken naar de verpakking en wat gaan we eigenlijk krijgen. De Battletron Gaming Merchandise. Dat zijn de nieuwe producten die je bij de Action kunt vinden. Deze muis, volgens hun is dit een professionele gamingmuis met 7 verschillende kleuren. Hij komt met 1,5 meter kabel en zelfs 8 knoppen. En een firekey. Hij heeft verschillende DPI instellingen, 1600, 2000 en 2400 DPI. De Battletron, hij komt in een prachtige luxe verpakking en volgens hun, dit moet dan eigenlijk de professionele versie zijn in elkaar, dus hij zal ook beter zijn dan de voorgaande modellen. Hij heeft meer functieknoppen, hij heeft een ergonomisch design, maar het 7 kleuren verschillende verlichting, dat zie je vaak niet bij andere goedkope muizen. Maar laten we eens een kijkje nemen met deze verpakking. Dit ziet er wel heel vet uit. Hij is zelfs een magneetsluiting. Oh, Oké, dit zie je vaak inderdaad echt bij wat luxere muizen alleen. Maar goed, in de binnenkant bevindt zich de muis in de verpakking. En aan de linkerzijde heb je wat informatie over de muis waar ze de knoppen of selectieknoppen bevinden. Zoals al deze producten worden ze dichtgeplakt met deze kleine verzegeling. Dat was vrij makkelijk te verwijderen. Overigens, wat me ook al opvalt met deze producten, dat er ook een klein beetje lijm aan de binnenzijde is. Dus je kunt hem niet zomaar openmaken. Zoals je hier ziet, was die klein beetje, ik denk tegen diefstal, was die dichtgelijmd. Laten we eens even een kijkje nemen, wat gaan we dan krijgen? Op zich, de verpakking is vrij standaard. Als je kijkt naar wat andere muizen die ik wel eens heb gereviewd. Zoals bij vele producten komt deze ook met een handleiding. De handleiding is niet echt heel nuttig, want uiteindelijk wat je moet doen met deze muis is gewoon in je USB steken. En dat wordt automatisch herkend door je PC. Dus deze hebben we niet nodig. Laten we eens een kijkje nemen naar de muis. Het eerste wat me wel opvalt, hij weegt best wel zwaar. Vergeleken met goedkope muizen in het verleden. En ik zou nou niet zeggen professional, maar hij is toch echt wel een stukje beter van alle voorgaande USB-muizen die ik heb gezien. Voor de rest, ja, net een mooie kabel. Dat ziet er ook allemaal goed uit, maar niet heel bijzonder. Maar als je kijkt naar algemeen hoe het hier eruit ziet en hoe de bouwkwaliteit is, deze is absoluut niet te vergelijken met een echt professionele muis van Razer of van andere merken zoals Logitech. Het ziet er overigens nog best wel goed uit, want vergeet niet, deze muis is gewoon spot goedkoop. Aan de onderzijde bevindt zich wat informatie en uiteraard de lens zelf. Aan de linkerzijde bevindt zich de extra knoppen, de return knop die we kunnen instellen voor eventueel wapenwisseling in een shooter. Maar als je kijkt naar de knoppenkwaliteit, deze is ook echt wel een stukje beter vergeleken met alle voorgaande modellen. Ja, het scrollwieltje is gewoon een standaard plastic wieltje met een klein beetje rubber overheen voor meer grip, wat echt niet slecht is. Maar de vraag is, hoe ligt die in de hand? Als je gaat voelen, je kijkt echt naar de kwaliteit van de knoppen. Het is wel ietsjes beter dan al de voorgaande modellen van de Action die ik heb gereviewd. Maar toch, uiteraard is het niet te vergelijken met een duurdere muis van andere merken. Maar ja, voor het geld, ja sorry mensen, hier kunnen we dus echt niet voor de rest voor klagen. Maar wat me ook opvalt, de zijknoppen zijn best wel goed eigenlijk. De scroll voelt goed aan, klikt ook best wel lekker. Dus eigenlijk professional. Ja, voor een budgetmuis zeker wel een professional budgetmuis, om het zo maar te noemen. Maar uiteraard een echte gamemuis moet met verlichting komen. Maar hoe ziet het er dan uit als we het licht een beetje minderen? En zoals je hier ziet, ziet het er best wel mooi uit. Het is absoluut niet, zoals mooi op Engels zeggen, overkill. Het ziet er eigenlijk best wel netjes uit. Een heel mooi klein streepje aan de onderzijde. En het logo van het bedrijf komt er ook heel goed uit. Voor de rest dus de functie van de verlichting. Ik vind het top. Het is wat je krijgt, dus het is niet echt een muis die in diverse kleuren kan veranderen. Persoonlijk, ik vind het een mooie verlichting. Beter dan de budgetmodellen die ik voorgaande reviews heb laten zien. Maar goed, laten we eens even een potje gaan gamen. Want uiteindelijk, een gamemuis is niet bedoeld om te gaan internetten. Hier gaan we mee gamen. Ik probeer het even met deze ouderwetse Quake 3. Het is een spel wat ik gewoon vroeger heel veel heb gespeeld en nog steeds erg leuk vind. Ik zeg je eerlijk, ik ben geen modern gamer. In ieder geval, ik hou heel veel van retro games zoals Quake 3. Maar uiteindelijk vind ik zelf, als je een shooter speelt zoals dit. Dit is een shooter waar je echt gewoon super snel moet reageren. Is een muis heel belangrijk die lekker in de hand ligt. Ik merkte wel, toen ik hem in eerste instantie eventjes aansloot, moest ik hem even instellen met de DPI-knop. Want hij stond naar mijn idee te snel ingesteld. Maar voor de rest, ik merk gewoon dat het echt gewoon fantastisch speelt. Oké, dus in de volgende stap gaan we eventjes kijken naar de drie toetsenborden. Want we hebben de goedkope versie en we hebben ook de 2 varianten mechanisch. Ja, ze waren super snel uitverkocht, de mechanische. En ze waren namelijk ook niet heel duur. 20 of 25 euro meen ik. Maar ondanks vrijwel hetzelfde lijken was er toch best wel een verschil. En dat gaan we in ieder geval niet bespreken. Ik wil gewoon even een algemeen reviewtje over het product zelf en kijken wat het is. Ik heb een aparte video daarvoor staan op de channel. Dat je kan zien wat er uiteindelijk in verschillen waren. Mag je één van de twee vinden. En gewoon willen weten wat zijn de verschillen. Voor de rest nogmaals, het zijn allemaal geen super deluxe topproducten. Er waren zeker wel wat persoonlijk wat minpuntjes aan. Maar ja jongens, we praten ook echt over een paar tientjes voor een toetsenbord. Een beetje gef toetsenbord praat je over honderden euro soms. Kortom, laten we in ieder geval gaan kijken naar de toetsenborden. Battletron RGB gaming keyboard. Want niet zomaar een keyboard, dit is de full mechanical keyboard. Voor de mensen die geen idee hebben wat een mechanical keyboard. Heel simpel, elke toets heeft een speciale switch. Vergeleken met een oorspronkelijk ouderwets membraanmoederbord voorbeeld. Dit is een toetsenbord wat onder gamers heel geliefd is en daarom hebben we dit ook uitgebracht. Hij komt met 7 color chasing of 7 verschillende kleuren. RGB backlight. En verder in deze video laat je wat meer zien hierover. Hij heeft een blauwe kabel, overigens is hij ook in rood beschikbaar. Het is een QWERTY toetsenbord met anti-ghosting. In de vorige video heb ik het ook gehad over een Battletron gaming keyboard. Dit was eigenlijk meer de super low budget editie voor €6,95. Dit is dan ook echt wel een iets duurder toetsenbord. Het scheelt je ongeveer plus minus €20. Maar hij is volledig mechanisch. En we gaan in deze video's even kijken wat we dan gaan krijgen. En is dat dan ook uit ons geld waard? Laten we hem eens even openmaken. De zielverwijderen die ook altijd heel erg leuk is. Ik heb geen nagels, laat me gewoon even de schaar pakken. Oké. Maar in ieder geval, we gaan hem eens open doen. En het is wat meer opvalt, ze plakken die doos op binnenhand weer dicht. Gewoon super irritant. En hier kan je het inderdaad zien dat die dichtgeplakt is. Voor de rest, we gaan hem eens even openmaken en kijken wat we gaan krijgen. Ziet er ook lekker mooi uit zo. Oké, het toetsenbord. Het eerste wat me opvalt dat dit ding echt gigantisch zwaar is. En ik ga eens even uitzoeken waarom dit is. Oké, de handleiding en hier hebben we een kleine tool om de knoppen eruit te halen. Laat ik je zo meteen even zien hoe dat werkt. Heb je uiteraard wel nodig, moet je een keer iets schoonmaken. Eens even kijken, hier hebben we gewoon een hele simpele handleiding. Waar overigens ook een instructie staat hoe het werkt met de verlichting. Om het bijvoorbeeld sneller te laten gaan, de verlichting, om het wat te dimmen. Dat is ook heel belangrijk, vind je het iets te fel. Ook deze optie zit er gewoon in. Laten we eens hebben over de kwaliteit en wat we gaan krijgen. Nou, om te beginnen, het ding weegt echt gigantisch zwaar. En dat is toch wel enorm tof. Even kijken, aan de achterkant hebben we deze rubberen voetjes. Wat ik echt wel mis bij het goedkope variant. 2 pootjes, is een beetje simpel. En moet je voorzichtig mee zijn, breken makkelijk af. Hier hebben we een hele mooie kabel. En dit is iets wat je ook vaak ziet bij gaming merchandise. Vrij lang en blauw. En overigens ook in rood te verkrijgen. Zoals je hier ziet, je kan hem eigenlijk op de knop zetten. En heel eenvoudig op deze manier eruit halen. Op zich, sommige knoppen zou je eventueel er ook uit kunnen halen. Om even je micro-switch hier te kunnen controleren. Dit zijn trouwens de blue keys. Er zijn diverse varianten. En dat heeft allemaal te maken met waaronder het geluid. Kleine demonstratie, je hebt niet per se dit ding nodig. Dat is alleen maar makkelijk als je even ergens midden in het toetsenbord moet zijn. Bijvoorbeeld deze kan je er zo met je hand even afhalen. Heel eenvoudig, wil je toetsenbord een keer schoonmaken. Maar dan, heel belangrijk, ik pak mijn microfoon en laten we even de geluidtest doen. Oké, laten we hem eens even aansluiten op een laptop. Gewoon puur om even te laten zien wat je gaat krijgen als je hem aanzet. De boot-up sequence is gewoon gans gaaf zo. Met het lampje wat links en rechts gaat. Super tof. En daar is hij dan. Van alle woorden. Tadaa! De verlichting ziet er echt prachtig uit in het donker. Het is full RGB. Dus dat betekent dat we ook nog dingetjes kunnen aanpassen. Waar laat ik je zo meteen eventjes zien. Maar voor de rest, we kunnen de verlichting heel eenvoudig dimmen. En met de andere functieknoppen kon je het versnellen en vertragen. Maar dat laat ik je zo meteen zien, want het werkt niet met dit. Daarvoor hebben wij nodig een ander thema. Hier kan je het zien. We maken er gewoon één grote kermis van. En gezien door te drukken gaat hij veel sneller. Dus dat is best wel grappig dat je ook zo gewoon vanuit het toetsenbord diverse dingen in kan stellen. Je kan meerdere opties geven, je kan meerdere thema's van verlichting. Je kan er gewoon een kerstboom van maken. Geweldig. En dit ziet er overigens echt heel vet uit. Het mechanische keyboard van Battletron. Hij is wel ietsjes anders als je kijkt naar de doos, want deze noemen ze dan de Professional Gaming Keyboard. De letters zijn namelijk nu een beetje bruinachtig. En bij de vorige versie hadden we ook de keuze van een blauwe en een rode doos. Maar goed, dat zijn allemaal kleine verschillen. De vraag is, wat gaan we krijgen? Daar gaan we vandaag achter komen. Dit is dan een QWERTY toetsenbord. Hij komt met een rode aansluiting of een rood kabeltje, anti-ghosting en LED backlight. En ik ben ook heel benieuwd hoe luxe deze is. En uiteraard 2 jaar garantie. We hebben dan de 7 kleuren gaming modus. Maar ik wil er wel even bij vermelden. Dit zal niet zijn hetzelfde als bij de goedkope toetsenborden. Daar je niks kan verwisselen. Dus dat gaan we dan ook even proberen. Wat kunnen we veranderen? Dit is dan de grote versie toetsenbord. De reden waarom ik zeg grote versie. Hij komt namelijk ook met een numpad aan de rechterkant. Wat ik persoonlijk heel vaak gebruik. Dus daar ben ik wel heel blij mee, want je hebt namelijk ook bijvoorbeeld op Aliexpress.com wat goedkopere versies, die hebben dit namelijk niet en die zijn ook sowieso al goedkoper. Oké, dus het QWERTY toetsenbord en anti-ghosting technologie, dat is wel heel fijn. Keylife 50 miljoen hits, oké, dat is een hoop. 6 verschillende LED backlight met 7 kleuren modus. Dus dat is een verschil, je hebt 6 verschillende kleuren blijkbaar en 7 verschillende modussen. En deze kan je wisselen met een FN-knop en een key combinatie, wat we gaan zeker even proberen. Zo, nou gaan we hem eens eventjes openmaken. En je gaat het niet geloven, maar ze hebben hem weer een klein beetje dichtgeplakt hier zo. Kijk dan, mijn doos kunnen heel later, dat vind ik ook wel altijd heel fijn. Zo, en hier is hij dan hoor, onze bad boy. Nou, de verpakking zelf is echt wel top. Ze hebben hier 2 schuimpjes om hem goed in het midden te houden. En holy crap, dit toetje wordt echt zwaar. Dus eventjes kijken, de handleiding, die overigens ook wel belangrijk is dit keer, want... Zoals je hier kunt zien, zijn de informatie over de LED-verlichting of de backlight. Hier aan de linkerkant geven ze al aan met de FN en de pijltjeknoppen kunnen we de brightness en de light-up speed kunnen we in principe aanpassen. Dus dan hebben we namelijk aan een fade-out en fade-in. En hier aan de rechterkant hebben we dus alle extra knoppen die we nodig hebben, zoals My Computer, Search, Calculator, wil je dat gebruiken. Dus hou het er altijd even bij, is wel belangrijk. Ik laat natuurlijk sowieso nog even zien hoe het werkt. Daarnaast krijgen we nog een tool erbij om de knoppen eruit te halen. We gaan eens eventjes kijken naar het toetsenbord en welke knoppen, nou weet wel welke soort knoppen en uiteraard de schakelaartjes. Oké, zo, dan laten we eens even kijken. Hoe ziet hij eruit? Nou ja, er zit weer geen ondersteuning bij voor je polsen. Het rare vind ik dan wel dat hij wel een aansluiting voor aan zit, dat is vreemd. Dus hij zit er wel, zie je hier zo, maar hij zit er niet bij. Oké, hier hebben we dan de voetjes. Voor de rest, ja, deze breken vaak bij mij altijd af na een tijdje. Nou ziet het er allemaal wel redelijk professioneel uit inderdaad. Dik plastic. Hier hebben we rubbertjes, dat is wel makkelijk voor tegen het glijden. En inderdaad, het werkt goed. Een mooie woven kabel zit erbij. Dat is dan ook weer helemaal perfect. Oeh, hij klinkt wel heel erg lekker inderdaad. Maar wat voor schakelaars zitten er dan al? Daar ben ik benieuwd naar. Dan gaan we er even een eentje uitpakken. En ze gebruiken hier blue switches uiteindelijk, zoals je hier ziet. En die geven dan ook echt dit geluid. Maar in deze gebruiken ze dus de blue switches. De extreem klikkerige versie. De touch is dan ook echt heel fijn. We hebben een lekkere travel. Fijne weerstand. Dus ik denk op zich qua type is het heel fijn. Oké, laten we eens in de PC stoppen. En laat ik jou even zien wat er gebeurt als je hem de eerste keer opstart. Dit doet hij elke keer als je in principe hem er opnieuw insteekt, oftewel je PC aanzet. Heel erg mooi. Nou, in het boekje stond dus inderdaad dat we met de FN-knop bepaalde functies kunnen bedienen. Dus met FN in combinatie met beneden en boven kunnen we in dat verlichting. Dit werkt dus als goed is nog niet en dat komt omdat hij nog niet fade-in, fade-out. Alright, zo de volgende manier hoe we hem in kunnen stellen. Zoals je al ziet doe je al fade-in, fade-out. Je houdt de FN-knop ingedrukt. Pak je de insert-knop. Zoals je ziet, nou staat hij gewoon aan. Dan heb je dat je hem uitzet. Dit vind ik ook een leuke functie, dat je gaat oplichten welke knop je indrukt. Druk je het nog een keer, krijg je namelijk dit effect. En zo kan je verschillende functies aanzetten. En dan met het fade-in, fade-out, wat het dus daarmee bedoelde te zeggen, zoals je hier ziet, nou met de FN en de pijltjes, kunnen we het sneller en langzamer. En dit is denk ik de fade-in, fade-out. Heel langzaam fade-in en heel snel fade-in. Dus zover ik weet zijn dit zo ongeveer de functies die we kunnen gebruiken als het gaat om de kleuren. Daarnaast kunnen we met FN ook nog verschillende hiermee aanzetten. Als je FN met 0 tot en met, ik denk dat 0 tot en met 8 is, zoals je hier ziet. Dus wat dat betreft zijn er echt wel heel veel mogelijkheden. Ik wil hier eventjes laten zien hoe de ligging is van de knoppen. De knoppen liggen wel vrij mooi schuin omhoog. En wat ik het fijne hieraan vind is dat ze heel fijn typen op deze manier. De knoppen zelf hebben dan ook echt een lekker travel. Best wel lang zoals je hier kunt zien. En dit verschilt dan ook weer per knop en per toetsenbord dus. Eventjes de knoppen nogmaals afhalen. Je kan hem ook eventueel zonder tool gebruiken. En dan laat ik je even zien hoe die aan de binnenkant eruit ziet. Ze hebben het over double cap. Maar ik denk dat ze dit dan uiteindelijk mee bedoelen. Oké, mensen, in ieder geval het laatste product. En ik moet zeggen, naar mijn mening, een van de slechtere. Dit is namelijk de gaming keyboard van €6,95 dat deze volgens mij was. Nou, het houdt in ieder geval in. Het ziet eruit als een mechanisch toetsenbord. LED-verlichting was fixed, houdt in. Je kon niks aanpassen. Dit was echt gewoon cheap. En ik heb dan ook gelezen in de comments dat heel veel mensen hier problemen mee hadden. Overigens, moet ik wel bij vertellen, heb ik dat zelf in de loop der tijd ook wel ervaren. Ja, dit is dan wel zo goedkoop. Kijk, hoe kunnen ze het überhaupt maken voor dit geld? Dat moet je echt er voorop stellen, want hij is super plastic fantastic. Hij is super goedkoop, compleet mooi in het doosje. Ja, en als je ziet wat ze voor een mechanische vragen of een normaal toetsenbord tegenwoordig, kost die eigenlijk net zoveel als een, zeg maar, een trust toetsenbord van met minder functies. En dat is er iets wat ik denk van ja, jammer. Ze hadden bij spreken al beter €14 voor kunnen vragen of €10. En dan net iets betere kwaliteit. Maar laten we eens even gaan kijken aan de binnenkant wat erin zit. Want misschien vind jij dat wel niet. Dat is dan een persoonlijke smaak. Voor de rest, zoals je al ziet, hij is een beetje scheurd aan de bovenzijde. Want hij is ook een extra goed dichtgeplakt. Tegen diefstal denk ik. Het komt met een kleine handleiding hier. Zoals je kan zien. Er staat niet veel informatie in. Want er stond meer informatie op de doos dan in de handleiding. Ja, oké. Voor de rest, dit is wat we gaan krijgen en uiteraard het toetsenbord zelf. Hier een klein overzicht van de toetsenborden en de knoppen en de reden is vrij simpel. Dan heb je een beetje een idee hoe de hoek van de knoppen zijn. Want bij toetsenborden kan het nog wel een tamelijk groot verschil zijn. Als je er naar kijkt, sommigen hebben een kleine curve om het zo maar te zeggen en sommigen zijn gewoon helemaal recht. Voor de rest, hier hebben we het kleine logo van Battletron. Is voor de rest niks. Het is geen light-up of zoiets. Dus dat is dan aan één kant wel weer jammer. Aan de achterzijde bevinden zich twee kleine pootjes. Wat overigens echt super goedkoop is. Ik zal de sticker ook maar even gelijk even goed doen. Zo, die zit ook op zijn plek. Ja, voor de rest, hij is helemaal gemaakt van plastic. De pootjes zelf zijn echt wel super goedkoop gemaakt. Nou, ik denk als je een keer een klap opgeeft, als die staat, doe het maar niet. Want het breekt gelijk af. Ik zou bijna zeggen, het breekt af als je er al naar kijkt. Voor de rest, het kabeltje is echt super dun, super goedkoop. Maar ja, voor het geld kunnen we ook niet anders verwachten. Ik heb er even een andere microfoon bij gepakt, zodat je goed kan horen hoe klinken de knoppen. Uiteraard zit er een klein beetje verschil tussen de spatiebalk, de enter en de normale functietoetsen. Maar wat ik wel heel erg merk, het typt wel fantastisch. Ik vind het een hele fijne terugslag. En uiteraard, nogmaals, het is geen mechanisch toetsenbord. Het is gewoon ouderwets, net als vroeger al. Het is gewoon heel erg simpel. Zo'n basic, geen mechanisch, geen poespas, gewoon simpel. Maar dan is de vraag, hoe zit het met de verlichting? Dat wil ik wel eens weten. Oké, laten we hem eens even gebruiken in de laptop. Die heb ik hier buiten beeld gezet. En er is de knop waar je hem aan kan zetten. Op de doos staat iets over verschillende kleuren. Ik ben er niet achter kunnen komen of dat je hem nou kan wisselen. Er staat niks op de handleiding. Maar ik ga er maar vanuit dat je dit gaat krijgen. Dit is een beetje een mix van kleuren, zoals je ziet, links heb je groen, rood en blauw. Het effect is voor een heel goedkoop toetsenbord niet slecht. Hier nog een kleine overview van dat je kan zien hoe het er eigenlijk uit gaat zien. Voor de rest, de verlichting ziet er goed uit. Het is niet al te fel, wat ik overigens ook heel belangrijk vind. Voor de rest zijn er geen extra functies zoals fade-in, fade-out. Of je kan het de andere kleuren veranderen, althans zover ik weet. Kortom, hier op de channel heb ik ook echt van alles gereviewd. Kruidvatproducten, Battletron, waar ik eigenlijk een speciale video aan toewijde. Omdat er zoveel verschillende soorten producten zijn uitgebracht de afgelopen jaren. En toen ik de channel toevallig begon, kwam het net uit. Dus dat was op zich best wel een ideale moment voor mij. Kortom, dit was dan een overzicht van alle producten die ik heb zover gereviewd hier op de channel van de afgelopen jaren. Ja, er zijn zeker slechte producten bij, maar ook best wel leuke producten. Nogmaals, Action is gewoon een winkel dat het allemaal heel goedkoop is. En in sommige gevallen is het dan ook gewoon kwalitatief gewoon zeker te merken. Maar sommige producten zoals de mechanische toetsenbord vond ik niet slecht en helemaal niet voor hetgene wat je ervoor betaalt. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op het belletje, want dan blijf je up-to-date wanneer een nieuwe video online komt hier op de channel. En ik zou het leuk vinden om jou volgende keer weer te zien in een nieuwe Wicked Dutch Gamer video review.